Het echte Friese stadje Franeker, dat zo rijk is aan mooie hoekjes en oude bouwwerken, herdacht het feit dat het 750 jaar geleden stadsrechten verkreeg. Het stedenschoon van de verjarende gemeente heeft haar zelfs tot buiten de grenzen van het land beroemd gemaakt. De vele bezoekers van de stad gaan meestal ook een kijkje nemen in het planetarium dat de wolkammer IJze Eysinga in de jaren 1773 tot 1780 vervaardigde. De toen bekende sterrenwereld bedekt de zoldering van de vroegere woonkamer. Het verjaarsfeest van het evenoude Franeker werd ingezet met een historische optocht waaraan een groot deel der burgerij, gestoken in de kledij van omstreeks 1600, deelnam. Er werd ook nog een boosdoener gesnapt die op bevel der vroede vaderen aan de kaak werd gesteld. Men zou bijna zeggen dat het echt was. S'avonds ging voor het eerst de feestverlichting aan. Het fraaie lijnenspel der bruggen, huisjes en gebouwen viel daardoor des te beter op.